Zondag 2 augustus 2015 staat niet alleen in het teken van de open dag van Fortuna Sittard, maar ook van de Ironman Run, die vandaag in Maastricht is gestart en die ook door Sittard geleend komt. Streek Omroep Start deed van beide evenementen verslag. De Ironman Run ontstond in 1977. Toen stelden enkele sportfanaten op een feestje in Hawaii zich de vraag wie fitter was. Dit zorgde uiteindelijk in 1978 voor de eerste editie van de triathlon. In de jaren die volgden groeide de Ironman uit tot een wereldwijd evenement. Dit jaar is de Ironman dus voor het eerst in Zuid-Limburg, met start en finish in Maastricht. Dat betekent dat 933 triatleten uit 47 landen deelnemen aan de Ironman. Dat betekent 3,8 kilometer zwemmen door de Maas, 180 kilometer fietsen en dan nog eens een marathon van 42 kilometer lopen door heel Zuid-Limburg. De Ironman kruist ook door Sittard geleend. Maar wat maakt het zo belangrijk voor de gemeente? We zijn een sportstad bij uitstek. Een Ironman die 90 kilometer parcours per fiets aflegt, dat kan niet om Sittard Geleen heen, dat moet door Sittard Geleen. Wat levert de doorkomst van de Ironman door Sittard Geleen eigenlijk de gemeente op? Ik denk dat het inderdaad het visitekaartje is wat je kunt afgeven, waarbij je voor ook de buitenwereld weer zichtbaar is dat als het om sport gaat in Limburg, Sittard Geleen ertoe doet. Voor de Ironman worden natuurlijk ook verkeersmaatregelen genomen. Zijn die maatregelen het waard als je kijkt naar de Ironman? Ja, ik denk dat het zeker waard is. Het is altijd lastig als je hinder ondervindt van evenementen. Dat is natuurlijk het minst voor degenen die deelnemen. Die hebben er baat bij. Dan de liefhebbers die zeggen, oh, dat neem ik op de koop toe. En ik begrijp ook wel dat mensen die daar wat verder van afstaan zeggen van, moet dat nu? Maar ja, als je als stad je wilt profileren, als je inderdaad sporten mogelijk wilt maken, dan is het een onderdeel van het maatschappelijk gebeuren. En dan moet je verkeersmaatregelen nemen. Want het gaat ook om veiligheid. Het is natuurlijk de eerste editie die wordt gehouden vanuit Maastricht. Maar is dit de enige editie of volgen er nog meer? Ja, er is in principe afspraak gemaakt voor 3 jaar met de gemeente Maastricht. Om op 3 jaar achtereen in ieder geval de Ironman in Limburg. Van waar kwam eigenlijk de wens om de Ironman naar Limburg te halen? Ironman is natuurlijk een heel ander specifiek iets. Het is ontstaan op Hawaii door een paar mensen die wat daar bedacht hebben. En ja, zodat je moest gaan uitleggen bij mensen van dat is Ironman, dan moest er eigenlijk maar één ding door. Dan moest ze gewoon een evenementnummer en dan gaan ze met hen samen naar, of naar Frankfurt, of naar Wiesbaden, of naar Lanzarote. En als ze toren zien, dan zeggen ze, oh, dat moeten we van Limburg krijgen. Een triathlon zijn natuurlijk 3 sporten in 1. Maar kun je toch 1 sport noemen? Ik denk dat het een sport apart is. Het zijn eigenlijk 3 sporttakken in elkaar. Het begint ze met het zwemmen, 3,8 kilometer. Het is echt hard zwemmen. Daarna gaan ze dus de fiets op 180 kilometer. En daarna gaan ze lopen. Dus ze hebben eigenlijk zwemmen, fietsen en lopen. En dat is gecombineerd. Wie is de Ironman Run eigenlijk verbonden met de open dag van Fortuna Sittard? Ironman is natuurlijk een hele grote attractie. De open dag van Fortuna is ook altijd één groot feest. Ja, en als ze die sportzone toch een beetje wil ontwikkelen op een manier dat ze verbinding is krijgen met elkaar. Ja, en dan gooien ze die evenementen bij elkaar, dan hebben ze krijgen synergie en dan krijgen ze veel meer kracht. Dus uiteindelijk hopen we dat 1-1 in dit geval 3 is. En ja, daar heb ik ook alle vertrouwen in. Natuurlijk komen er vandaag veel lui die naar de Ironman gaan kijken. Probeer dan toch die lui aan Fortuna Sittard te verbinden. Ja, natuurlijk. Dan moest proberen ook als club al die charmes in de strijd te gooien. Om ervoor te zorgen dat mensen die normaal niet in die doelgroep zitten, om die toch een beetje kennis te laten maken met Fortuna. En ik hoop ook dat dat vandaag gaat gebeuren. En dat we natuurlijk, we hebben ook een wedstrijd aan de open dag gekoppeld. Dus dat betekent ook dat jullie nog kunnen genieten van een voetbalwedstrijd tegen de eerste voetbalclub van Nederland, Koninklijke HFC, uit Haarlem. Ja, en dan proberen mensen enthousiast te maken, ook met de braderieën, met de standjes. We zijn van allerlei inspanningen aan doen om mensen weer het gevoel te geven om naar Fortuna te komen. Ook boete als een reguliere doelgroep. Welke doelstelling hebben jullie eigenlijk uitgesproken als bestuur van Fortuna Sittard? Maar onze ambitie is als we mensen weer terug naar het stadion krijgen, dat de verbinding met Sittard, met Glee in de westelijke mijnstreek, dat we dat gaan doen en uiteindelijk moet dat met sportief succes gepaard gaan. En onze doelstelling is, laten we zorgen dat we tot op de laatste dag mitspelen voor de play-off, dat er spanning is, dat mensen strijd en beleving zien en dat ze vriendelijkheid en gastvrijheid mogen ontvangen bij ons in het stadion. Is dat mogelijk, denk je, in de Jupiler League, omdat het toch een rare competitie is, wat je nooit bij het begin kunt zeggen waar je eindigt? Nee, de zware Jupiler League is een rare competitie waar alles kan gebeuren. Dus voor ons is ook alles mogelijk dit seizoen en dat is positief. Dus we gaan er het beste van maken. Ja, vanmiddag oefenwedstrijd tegen HFC. Hoe kijk je daar tegenaan? Ja, dat is de laatste echte test voor Den Bosch volgende week. Dus daar moeten we met een goed gevoel afsluiten en een goed resultaat neerzetten.